In de afgelopen decennia heeft Soersel een aanzienlijke versnelling van verstedelijking doorgemaakt. De ongekende groei van nieuwe appartementcomplexen heeft geleid tot een ernstige toename van de mobiliteitsdrukte in heel onze gemeente. Om te voorkomen dat onze gemeente in stedelijke problematiek verstikt raakt, is het van essentieel belang om deze bouwwoede snel aan te pakken. Deze voortschrijdende verstedelijking brengt tevens meer overlast met zich mee, zoals drugsgerelateerde kwesties, illegaal sluikstort en zwerfvuil en verkeersproblemen. Het is cruciaal dat we een burgemeester hebben die een vastberaden handhavingsbeleid voert om al deze problemen aan te pakken. Het huidige gedoogbeleid van overlast moet dringend stoppen. Vlaams Belang Soersel verzekert u van een beleid dat zich richt op het aanpakken van de kern van de problemen, waarbij overlast niet wordt getolereerd, maar actief wordt aangepakt. Wij streven naar een beleid dat Soersel behoedt voor verdere verstedelijkingsproblemen en de leefbaarheid van onze gemeente bewaart. De groene omgeving in Soersel staat steeds meer onder druk, wat ons dwingt om actie te ondernemen om de bestaande natuurlijke en open ruimtes te beschermen en te behouden. Dit omvat voor Vlaams Belang Soersel ook het behoud van onze agrarische sector. Door onze inspanningen om landbouwgronden maximaal te behouden, waarborgen we niet alleen voldoende ruimte voor voedselproductie, maar creëren we ook een prachtig landschap dat genoten kan worden door fietsers, wandelaars en toeristen in het algemeen. Bovendien maken ambachtelijk boerderijijs, de landbouwfeesten en lokaal rundvlees deel uit van deze visie. En dat is enkel mogelijk wanneer landbouwers hun ruimte behouden in Soersel. Deze benadering heeft ook voordelen voor paardenliefhebbers en andere trouwe viervoeters die graag door de open velden wandelen. Vlaams Belang Soersel blijft vastberaden om te strijden voor het behoud van de resterende open ruimte binnen onze gemeente. Onze boodschap is helder en ondubbelzinnig. Wij zullen Soersel niet transformeren tot een stad. Elke inwoner van Soersel verdient een beleid dat gebaseerd is op gezond verstand. Beslissingen die genomen worden met een lange termijn visie en zorgvuldig beheer van de gemeente. Dit is vergelijkbaar met hoe een verantwoordelijke huisvader zijn huishouden leidt. Met andere woorden, de inwoners van Soersel hebben recht op een weldoordacht beleid. Vlaams Belang Soersel heeft de ambitie om in 2024 deel te worden van een nieuw gemeentebestuur. Als we het vertrouwen krijgen van de inwoners van Soersel om dit te realiseren, zullen we eindelijk de gelegenheid hebben om te laten zien dat er daadwerkelijk een andere aanpak mogelijk is. Er liggen dan ook aanzienlijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit. De ruimtelijke visie moet ook grondig herzien worden. In een tijd waarin alles steeds complexer en technischer wordt, is het van cruciaal belang dat we bekwame leiders aan het roer van onze gemeente hebben. Hoewel er veel werk te verzetten is en de uitdaging groot is, is het team van Vlaams Belang Soersel alvast voorbereid om deze taak tot een succesvol einde te brengen. Maak van Soersel geen stad. Dat is de centrale verkiezingsboodschap van Vlaams Belang Soersel. Ons team is er alvast klaar voor om verantwoordelijkheid op te nemen. Onze speerpunten in ons uitgebreid verkiezingsprogramma kan u vanaf heden vinden op onze website. Lees er alles over en stem in oktober 2024 op een weloverwogen keuze voor het Vlaams Belang Soersel.